Vaste camera's hebben de meeste steden in Brabant al wel, maar de mobiele camera is een primeur voor Bergen op Zoom. Het apparaatje zit op de helm van een biker. Het systeem werkt heel makkelijk door middel van afstandsbediening op mijn pols. Kan ik op rek duwen en op stop. En op mijn achterzijde van mijn rug zit dan de recorder met erin een SD-kaartje van 2 gig, waarmee ik 1,5 uur kan filmen. Een videoagent moet het publiek altijd duidelijk maken dat hij filmt. Dat heeft dan ook een duidelijk doel. Dat het een preventieve werking heeft. Dat mensen in een openbare orde probleem toch zien, we worden hier gefilmd. Dus dat mensen zich dan toch wat netter gaan gedragen. Daarmee ook tegemoetkomend aan de veiligheid van de agent zelf. Sommige mensen zijn helaas nogal agressief en vallen agenten aan. En zullen dat hierdoor hopelijk minder doen. Goedendag. U wordt opgenomen op camera door mijn collega. Heeft u echt een maatschappijs? Nee. Heeft u iets anders waar uw naam op staat? Een bankpas of iets dergelijks? Nee? Niet bij. Oké, okay. U bent op dit moment aangehouden voor de wet identificatieplicht. Deze beelden worden opgeslagen in de computer. En die blijven dan 28 dagen bewaard. Waarom 28 dagen? Dat is wettelijk vastgelegd. Na 28 dagen moeten beelden gewist worden. Zou het kunnen zijn dat deze beelden toch bijvoorbeeld voor bewijsmateriaal in een rechtszaak gebruikt gaan worden? Ik sluit niet uit dat er ook beeldmateriaal is wat gebruikt zou kunnen worden in een vervolgingszaak. Alleen dat zal wel onder strikte voorwaarden moeten gebeuren dan. Officier van justitie zal daarmee moeten instemmen. Maar het is niet het doel. Het primaire doel is openbare orde en veiligheid. De videoagent is er dus voorlopig voor 1 jaar. Is de proef succesvol, dan komen er waarschijnlijk meer.